Sjors, morgen de wedstrijd tegen FC Volendam. Na de wedstrijd tegen Feyenoord zeiden jullie al van we houden een beter gevoel over dan de wedstrijd tegen Twente. Is dat dan ook iets waar je nu op door gaat bouwen? Ja, en beter gevoel is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen als je verliest. Want goed en beter is eigenlijk niet hetzelfde. Maar het was wel een strijdbare ploeg. Die op alle plekken in het veld, hebben we terug kunnen zien in de data, goed partij geboden heeft. Je kan natuurlijk alles terugkijken en dat is echt niet heilig. Maar je hebt wel een idee dan, hey, hebben we genoeg gelopen? Hebben we meters gemaakt? Hebben we gesprint? Hebben we duels gespeeld? Uiteraard is Feyenoord goed genoeg om af en toe er doorheen te spelen. Dat weten we ook wel. Maar ik heb wel een strijdbare ploeg gezien. En niet een ploeg zoals tegen Twente, die het allemaal wel best vond. Je zei vooraf, van ik kies met name ook voor loopvermogen. Jongens die het op kunnen brengen, ook om die meters te maken. De sporters roepen dan wel eens van, is Mahi dan een loper? Maar kun je dat duiden? Ja, die vraag snap ik ook hoor. En kijk, uiteindelijk, ik weet nog een quote van Mats Seuntjes bij Fortuna. Die zei tegen mij, trainer, als je harde werkers wil, dan moet je 11 bouwvakkers opstellen. Je moet altijd een mix zoeken. En juist als je als team hard werkt, heb je ook mensen voorin nog met een goede actie. Maar ook die moeten met een man mee. Nou, ik denk als we terugkijken naar de wedstrijd tegen Feyenoord, kan ik geen moment terughalen dat de backs van Feyenoord naar voren konden gaan zonder dat Mahi of Navarone erbij zaten. Dus ja, er is een bepaalde ondergrens, die moet je halen. En dan hoef je echt niet als een gek te gaan lopen. Dan hadden we wel marathonen met z'n allen gedaan. Maar je moet genoeg lopen. En daar kan je ook, als je slim bent, door een beetje terug te stappen, soms best wel in voorkomen. Dat je denkt, ik ga een beetje terug. Dus de tegenstander gaat niet lopen. Dus het is een combinatie van één, je wil kwaliteit hebben voorin. Ze moeten allemaal de ondergrens halen qua arbeid. Dan kijk ik naar de wedstrijd toe en heb ik er bij allebei een goed gevoel over. En Navarone moet ik zelfs zeggen, dat mensen denk ik wel eens onderschatten hoe extreem veel hij loopt en sprint. Want als je dat gaat bekijken, zit hij gewoon aan de bovenkant vaak. En daarnaast heb je ook, zeker de eerste helft, heb je ook wel wat kansen gecreëerd waar ook Mahi best wel goed bij betrokken was, hè? Ja, ik denk zeker de samenwerking tussen Mahi en Bangura, daarmee op links een heel goed wapen was. Je ziet dat Mahi bij heel veel kansen in ons betrokken geweest is afgelopen wedstrijd. Dus ja, daar heb je wel eens geen goal uit gemaakt, maar zijn eigen schot, de terugtrekbal van Alex, die wiever goed dichtliep. Ja, een paar goede aanvallen over links gehad. Tijdens schotten van Wermerskerker nog gehad, want natuurlijk net even moet worden aangeraakt om binnen te vliegen. Maar vooral die fase voor is iets zien, als je vecht in de wedstrijd, dat we dan ook goed kunnen gaan voetballen. Sekou Silla, morgen de wedstrijd tegen FC Volendam. Een bijzondere wedstrijd voor jou, want jij mag je weer eens laten zien, hè? Ja, zeker. Heeft toch wel een tijdje geduurd. Maar ja, als je een captain voor je hebt die het fantastisch doet, moet je geduldig afwachten en elke week 100% geven door trainingen. En afwachten totdat ik weer minuten zou kunnen maken. En dat is morgen het geval. Sjors die zei tijdens het persmoment dat je het goed hebt gedaan tegen Feyenoord. En dat het een logisch gevolg is dat je het nu mag laten zien. Mooi om te horen, denk ik. Ja, zeker. Gaf me dag en ook complimenten van hoe ik het deed tegen Feyenoord. Ik vond het op zich gewoon redelijk gaan. Maar hij zag goede dingen verdedigend. Aanvallen kon het op zich nog wel beter. Maar gaf me de complimenten en gaf ook gewoon vertrouwen voor deze week. Alex is zowel geblesseerd als geschorst. Dus dat is een dubbele afwezigheid. Gelukkig lijkt de blessure mee te vallen. Maar hij ziet er wel eventjes uit. Sekou viel prima in. Liet ook al zien in de oefenwedstrijd een aantal weken daarvoor dat hij ook prima erin zit. Dus voor hem een mooie, maar ook terechte kans denk ik om eens te laten zien in een basisplek nu. Heb je wel het idee dat er weer een verandering te zien is in jullie spel ten opzichte van de afgelopen weken, waar het toch misschien iets minder ging? Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar de wedstrijd van Twente en de wedstrijd van Feyenoord, dan zie je al gewoon echt een wereld van verschil met 100% geven over mijn lijkmentaliteit. En ik hoop dat we dat, dat we dat morgen ook gewoon kunnen doen en dat kunnen omzetten naar 3 punten. Wat wil jij brengen in deze wedstrijd? Ja, toch wel aanvallend opzicht dat ik gewoon de aanval zou kunnen meehelpen om op zich gewoon een assist of een voorzet of wat dan ook te kunnen geven. Gewoon betrokken zijn met de aanvallen en verdedigend de taken gewoon voltooien. En dat geeft dus ook weer houvast richting Volendam, denk ik. Wel een apart systeem om tegen te spelen, hè? Ja, heel apart. Je kan het 5-4-1 noemen of 5-2-3. Dat is knap, want in Nederland word je snel afgeschoten als je ook maar een beetje je systeem verandert. Maar ze doen dat uitstekend met hele goede individuele spelers die goed overal tussenin kunnen spelen. Ja, we hebben gezegd, we willen het zo min mogelijk veranderen. Maar we moeten wel slim genoeg zijn om een paar dingetjes een beetje aan te passen. Dus we zullen daar een goed plan in hebben. Op papier in ieder geval, op de training ook. Ja, en dan morgen de wedstrijd nog.